begint eigenlijk heel de tentoonstelling vanuit het idee van het plenarisme. Hè. Ook een idee dat voor mij heel ver staat van mijn eigen praktijk en daarom juist zo interessant wordt. In mijn eigen praktijk blijf ik binnen mijn atelier, hè, binnen die vier muren. En natuurlijk is dan het soort uiterste daarvan de plenarist die naar buiten gaat en zijn ezel opzet en de natuur begint te schilderen. Het begint bij figuren zoals Monet, maar stilletjes aan krijg je al een soort verschuiving naar het mentale. Hè, met figuren zoals Bonnard eerst, hè, die eigenlijk plenaristisch, maar die van binnenuit kijkt naar buiten. Hè. Die blijft binnen zitten, die schildert huiselijke taferelen. Je ziet soms ook een venster of een raam waardoor dat hij naar buiten kijkt, naar het idyllische landschap buiten. En dan verder komen er mensen zoals Joan Mitchell, hè, die begint eigenlijk te schilderen vanuit haar verbeelding. Dus een vriendin vertelt haar over een landschap dat zij gezien heeft. En Joan Mitchell gaat dat verhaal gebruiken om een herinnerd landschap eigenlijk te schilderen. En dan gaat het nog verder, waar het nog mentaler wordt, in Joseph Cornell, hè, die echt reizen begint te maken vanuit zijn kelder in New York, waar dat hij eigenlijk nooit buiten komt, maar dat hij op een hele mentale trip meeneemt.